Gaan we over naar het flesje, gaan we over naar het glaasje en gaan we over naar dit glas. Welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie hier op de achtergrond kunnen zien, heb ik al een klein soort experimentje klaarstaan. De grote vraag is natuurlijk, wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we testen, kun je flesjes cola openen met een gasbrander? Ja, het is weer een raar test, maar yeah, ik doe altijd een beetje raar dingetjes, dat weten jullie. En jullie vinden het leuk en ik vind het super leuk dat jullie het leuk vinden. Dus ik zou zeggen, laten we maar snel gaan beginnen. Zoals jullie hier kunnen zien, we gaan eerst beginnen met het blikje cola. Dus we gaan deze gebrander, zeg maar, hier tegenaan zetten. Ik heb even op een bakje koffie gezet. Want op deze manier komt hij eigenlijk nog niet helemaal op de juiste hoogte. Want hij moet eigenlijk een beetje zo staan. Maar dat gaan we fixen. Als we die hebben gehad, gaan we over naar het flesje. Gaan we over naar het glaasje. En dan gaan we over naar dit glazen flesje. Ik kan jullie nu alvast vertellen dat elke kolenfles blikje op zijn eigen manier geopend gaat worden. Ik ga er gewoon over een gasbrand tegenaan zetten. En dan gaan we gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Ik kan jullie nu vast vertellen, het gaan jullie in ieder geval verrassen. Dus ik zou zeggen, durf een duimpje omhoog en we gaan snel beginnen. Oké, laten we het eerste testje er maar bij pakken. Zet hem zo neer. En deze zetten we eigenlijk een beetje zo neer. Dus we gaan hem aansteken en dan gaan we beginnen. Jullie hebben het gezien. Dit is de afdruk van de gasbrander. Maar we gaan hem even in slow motion laten zien, want ik kon zelf niet zien wat er gebeurde. Maar ik zie wel dat hij open is gegaan. Alleen weet ik niet echt waar. Maar ja, jullie zien hier over de cola liggen. Dus hij is open. Dan gaan we op naar de volgende. En ja, ik heb dus gezegd dat is deze. Die van deze van de kant. Kut aansteken, nee. Ah, die kool is heet, vriend. Dat is ook wel logisch natuurlijk dat die heet is. Oké, hoe gaan we dit doen? Oké, maar in ieder geval de blikjes open, laten we daar even liggen. We gaan over naar de volgende. Zal denk ik zelf het minste effect gaan geven, maar ja, we gaan het zien. Wow, hè? Hij is nu al lek. Dat ging wel heel snel. Hij is uit, hij is uit. Komt ie! Ah, nee! Hij wordt uitgespoten door het sap. Eronder, jongens. Kijk dan, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er zitten allemaal mini gaatjes in. Hij had uitgespoten, jongens, echt kut. Ja joh, deze gaat echt snel uit, man. Oké, jongens, de hele camera zit eronder. Dit is er momenteel over in het flesje. Ja, veel meer dan dit gaan we er niet van maken, denk ik. Maar, wow, dit flesje wordt heet. Oké, we zetten hem even hier neer, komen zo bij deze fles terug. Gaan we op naar de volgende. Ja, de volgende zijn twee glazen. Dit is een glazen flesje en het is een glas. Ja, dat is een lastige, jongens. Dat is een lastige. Kijk, ik denk deze gaat op een gegeven moment druk opbouwen. Dus die knapt die dop eraf. Maar bij deze weet ik niet wat er gebeurt. Dus we gaan eerst deze doen. Wow! Wow! Dat ging wel heel erg snel, mensen. Ha! Schrok me kapot, joh.
Voor hetzelfde geld vliegt dat glas gewoon in je gezicht, hè. Oké. Tot nu toe zijn de resultaten best wel goed. Ik vond het blikje denk ik het vetst. Het flesje, het plastic flesje, ja, die is eigenlijk het sterkst tot nu toe. Het glas, ja, jullie zagen het. Gelijk pot. Dus we zijn aangekomen bij het laatste. Bij dit glas. En mijn gedachte is bij deze. Is dat die druk opbouwen. Belletjes zie ik komen. En dan in één keer schiet die dop eraf. Dus laten we de laatste maar gaan testen. De fles. Camera zetten we neer. Oké, jongens. Daar gaat hij. En als die dop eraf schiet. Jullie weten dat jullie 1000 duimpje mogen. Want dan heb ik het gewoon goed. Lekker! Duimpje omhoog, jongens. Fuck, die was vet. Eigenlijk was die van verf nog veel vetter om te zien, want ik kwam echt gewoon helemaal rook en shit uit. Dus, ik zou zeggen, we kunnen het nog een keer doen. Maar niet vandaag, maar misschien met een grotere fles. Grotere flessen. Kleinere flessen. En ja, ik zou zeggen, als je het wil zien, doe even een duimpje omhoog. Ik ga even alles schoonmaken. Je weet, alles zit onder de cola. De kamer zit onder de cola. 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 Dus, dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later! Oké, mensen, om nog even één keer het effect te laten zien. Het cola flesje, cola glas, ja. Het blikje, zo inmiddels afgekoeld, nu is het nog steeds warm. Flesje vond ik zelf het mooist. En ja, dit flesje is gewoon helemaal naar de kloten.